Niels Koolhoofs, goedenavond. Goedenavond, Liesbeth. Ja, het nieuws dat eigenlijk net binnenkwam. Ja. Telegram, dat berichtenplatform, gaat dan toch data met overheden delen. Maar ik denk dan, ja, daar lieten ze zich juist op voorstaan. Ja, dat was een hele ding, hè? Dat doen ze niet. Nee. Maar goed, dat heeft de medeoprichter en topman van Telegram, Pavel Durov, nu toch gezegd. Op Telegram natuurlijk. En het gaat dan om IP-adressen en telefoonnummers die Telegram met de juiste autoriteiten kan delen als ze daar om vragen. Mits ze dan wel de juiste juridische onderbouwing daarvoor hebben, zegt Durov. En daarmee past Telegram de gebruikers voor aan om criminelen vooral af te schrikken. Mm. En zoals je al zei, dat is wel heel erg opvallend. Want Durov was al die tijd juist volledig tegen het delen van gegevens met overheden of wat voor partijen dan ook. Maar hij wordt vervolgd, hè? Hij wordt inderdaad in Frankrijk vervolgd. Daar zit hij nu vast. Hij moet zich ook 2 keer per week melden bij de politie. Want er loopt nu een onderzoek naar hem. Ook vanwege Telegram. En dat hij daarmee ook bijvoorbeeld het verspreiden van kinderporno zou faciliteren. En allemaal andere criminele activiteiten. En al die tijd zei hij dus, nou, die data daarover ga ik niet delen. Gebruiksgegevens ga ik niet delen. Maar nu dan toch. En ik heb net ook eventjes de privacy policy van Telegram erbij gepakt. En die is inderdaad aangepast. Als je de app trouwens opent, zie je dat niet. Je hoeft nergens mee akkoord te gaan. Punt 8.3 staat dus: if Telegram receives a valid order from the relevant judicial authorities that confirms you're a suspect in a case of involving criminal activities. Nou, zo gaat het nog wel even door. Maar het komt er dus op neer dat als zij denken van, hey, jij gaat tegen onze terms of service in, onze gebruiksvoorwaarden, dan kunnen we dat wel aan de politie doorgeven als ze daarom vragen. En dat is wereldwijd voor alle Telegram gebruikers. Geldt voor alle gebruikers. Ik heb hier gewoon de algemene privacy policy bijgepakt, die dus ook voor Nederlanders geldt. Oké, dus het is die Durov dan toch te heet onder de voeten geworden. De hete adem van de Franse rechter in zijn nek voelend. Ja, dat is zou overstag gegaan. Dat zou een reden kunnen zijn. Dat heeft hij nou niet heel expliciet verklaard. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, of die koerswijziging hem nou gaat helpen om een straf te ontkomen, dat is een beetje de vraag. Want het onderzoek loopt namelijk nog steeds. En hij moet ook nog eens voor de rechter verschijnen. En het gaat natuurlijk ook over de historie. Hè? Dus dat hij het nu wijzigt, dat is heel fijn, maar er is voor die tijd natuurlijk van alles gebeurd en er is natuurlijk gewoon heel veel gefaciliteerd op dat platform.